Hé, hey, hebben jullie dat gezien? We hadden toch de vorige keer dat we bij jullie waren, hadden het heel erg over bewerkt voedsel en pizza's. Ja. Is dit echt een pizza oven voor onderweg? Oh, even bij deze. Nou, leuk kijken wat een gezelligheid allemaal. Het leeft hier. 22 minuten te vroeg. Ik moet mijn haar nog doen, moet mijn tanden nog poetsen. Ik zat te editen. Maar kijk eens even. Jongens, we moeten toch wat, hè. Wat een gezelligheid. Goeiedag. Wat leuk! Ik geef even alleen een handje, kan die knuffelen dit keer? Ja, dat begrijp ik, man. Hi. Hey. Leuk dat jullie er zijn, ja, man. Toch. Ja, toch. Ja, hebben jullie een pizza oven achterin? Jo, we hebben een pizza oven, we hebben 10 bodems, we hebben van allerlei soorten beleg, dus je kan helemaal in gang gaan straks. Nou, wat goed. Ja, toch? Maar je ziet er fijn uit, man. Hi. Ja, dankjewel. Ja, het gaat goed, man. Het gaat heel gestaag. En met tevreden. Lekker, man. Het is gewoon uitzitten en dan komt weer goed. Nog 5 weken te gaan en dan ben ik weer de oude. 5 weken bent wel een beetje zat, denk ik. Dan ben ik blij dat jullie langskomen. Ja, gezelligheid, nou, vreten. Ja, pizza is dus altijd goed, hè? Ja, pizza is altijd goed, pizza ja. Pizza knap je altijd van op, ja. Maar daarom zijn die Italianen altijd zo blij, toch? Ja. Hé, hebben jullie dat gezien? We hadden toch de vorige keer dat we bij jullie waren, het heel erg over bewerkt voedsel en pizza's. Ja. Italië is volgens de EU het land waar het minst bewerkt voedsel wordt gegeten. Hier, dat bedoel ik. En die hebben als eerste nu dat nepvlees verbannen, dat labvlees. Oh, echt? Ja. Mag dat niet meer? Ze zijn super cultureel aangelegd. Ja, maar toppers. Dat is ook echt. Ja, die willen dat gewoon niet hebben natuurlijk. Ik hou er wel van. Gewoon puur en echt top. Zijn. Ja. Maar dat is ook waarom Italiaans eten zo lekker is. Omdat het gewoon allemaal simpel. Puur echt ingrediënten zijn. Er zit liefde in, hè? Van al die oude Italiaanse vrouwen. Die maken oude, al die dingen zelf. Die omaatjes die daar met die handen van 80 pasta's. Ja. Weten wat heerlijke reuma pizza's. Nou, kom binnen zou ik zeggen. We gaan zo eens even kijken waar we onder. Nou, superleuk, we hadden contact gehad. Ik zeg, chef Erik, de vorige keer hebben we zulke lekkere pizza's gegeten. Vind je het leuk om langs te komen als ik geen reet mag doen? Want dan kunnen we toch nog wat doen, soort van, weet je wel. Is dat. Maar lekker man, dit is jullie tourbus of zo. Ja, het is gewoon mijn campertje waar we mee op vakantie gaan. Wat een mooi ding. Zo'n California, ja. Vanuit de achterklep pizza's gebakken. Dat weet je niet. Ja, op de Dam zelfs. Midden op de Dam in Amsterdam stonden we toen. Hadden we gewoon de achterkant open, hadden we een klein pizzeriaatje van gemaakt. En gingen mensen ook echt kopen en zo? Nee, gewoon uitdelen. Uitdelen. Gekkenhuis man, niet normaal. Het was zo druk toen op de Dam, dat was gewoon een menigte aan het duwen dat ik kwam tegen die oven aan. Was heel mijn jas verbrand. Gesmolten. Gesmolten jas, lekker voor op een pizza. De microplastic pizza. Precies, dat alleen maar echt ingrediënten. Kom, we gaan naar binnen. Ja, ik moet nog even snel mijn haren doen en mijn tanden poetsen, want jullie zijn, we zijn lekker op tijd, man. We moeten het allemaal nog even neerzetten ook en zo. Ja. Best wel veel werk. Nou, mijn ouders komen en Roy komt nog. Dus mocht er pizza over zijn, dan hebben we... Ja, we hebben zat. Oké, dat is mooi. Ja. Kijk, zo. Ja, het ziet er goed uit hoor, picknicktafeltje. Ja man. Ingrediënten. Ja, we hebben wel via tuin verbouwd. Sorry. Wat een hypermodern ding is dit joh. Is dit echt een pizza oven voor onderweg? Nou ja, je ijs portable zeg maar. Maar het is niet de meest lichte, dus wel even kijken om het lekker thuis te gebruiken. Op gas. Ja, op gas. En je hoeft zelfs niet eens te draaien, want de steen die draait steen gewoon zo. Je legt de pizza erin en dan... Wilden ze extra goed de kleur aanduiden toen ze deze verkocht aan jullie, of niet? Nou, ik denk, vergeet je het. Het gekke is, wat is het ook weer voor kleur inderdaad? Ja, dat maar staat. Maar het is heel raar, we hebben er ook een die is oranje en die heet ook wit. Dus ik weet niet precies waar het misgegaan is. Misschien zijn ze kleurenblind. Dat zal het zijn, ja. We willen de gasfles halen. Ja, laten we de gasfles halen. Anders dan doet het niet zo goed. Nee, Mart, zet jij mijn vijen reet, dat doet hij het ook wel denk ik. Je ruikt helemaal die basilicum, man. Ja, dat is goed, hè? Ja, ruikt echt lekker vers, gewoon. Zo, aardig tankie. En die gebruiken jullie ook voor kamperen dan? Wat doen jullie, roadtrippen met dat busje? Of wat doen jullie allemaal mee? Mijn ouders gaan best vaak gewoon vakantie ermee, wat je allemaal met busje, je bus doet. Ja, dat is echt voor vakantie, hoor. Racefietsjes mee en dan de bergen in of zo. Dat is ook gaaf. Een nieuwe gasfles, dus we kunnen tot morgenochtend vroeg door. Ja, oké. Hatsa, hij doet het. Wow. Wil ik het maar afwachten? Oh, hij gaat ook gelijk weer uit. Kan ik dat filmen zonder dat mijn lens in de fik gaat? Dat lijkt op dat apparaat wat verzonnen is begin 1900, dat je die frequenties ziet op zo'n trompet. Heb je dat filmpje wel eens gezien? Ja. Die vlammetjes. Ja, dan gaan de vlammetjes bewegen op de frequentie van die trompet. Fucking vet. Oh, de geluidsgolven kan ik beter zeggen. Oh, die vlammetjes, ja. Ja. Heb je dat wel eens gezien? Ik heb gezien met piepschuim. Balletjes in zo'n buis, maar dat is hetzelfde. Ja. Dan ga je spelen en dan zie je die dingetjes gewoon helemaal. Ja, hetzelfde concept. Ja. Kijk, 2 dozen deeg. Ja, man. Al het beleg. Ben je goed in beleggen, ook financieel gezien, of is dat puur pizza's? Nee, dit is drama.
gaat echt, dus dat is nog nooit goed gegaan. Iedere keer stappen, wij stappen altijd in als net op het moment dat je uit moet stappen. Fucking leuk dat we langs komen. Ik vind het ook zo mooi om te zien hoe creatief zij zijn met pizza's. Wat voor content ze allemaal maken. Dus ik zal even een linkje in de beschrijving zetten als jullie hem willen checken. Want het is gewoon goede content en anders niks. Een dikke aanrader. Kijk, even de oven bijdraaien. En de eerste hoorde ik net in de wandelgangen wordt een margarita. En je tafel is wel een beetje... We slopen hem niet, maar dat is gewoon vuil. Vuil wat erop zit. Is dat vuil? Denk het wel. Een soort toplaag of zo. Ja, maar dat is gewoon vuil. En dan wrijft het er niet zo makkelijk af. Dat zijn al die vliegtuigen van Schiphol, denk ik. Ja, precies. Zo, hier hebben we de bodempjes. Dit zijn er 6 en daar nog 4, dus we kunnen voorlopig wel even vooruit. Is die rode pepers? Gaat iemand in de zijk genomen worden vandaag? Nee, dat is gewoon lekker. Oh, dat is echt gewoon lekker. Ja, dit is niet zo'n hele hete peper. Lekker pittig pizzaatje. We hebben pizza, dat is echt een van mijn favorieten. Dat is er meerdere, maar dit spult. Dit is Enduja heet dat. Dat is uit Zuid-Italië. Het ziet er heel goor uit in dat zakkie. Ik haal het zo wel even uit, kun je het beter zien. Maar dat is een soort smeerbare salami. Ja, dat is echt waanzinnig lekker. Kijk, zijn eigen keukentje hier zo. Ja joh, we hebben gewoon even de hele keuken verbouwd hier. De eerste wordt een test of wordt ja, die al... Ja, dat is altijd even een beetje kijken of die oven warm genoeg is. En of de deeg een beetje wil wat ik wil. Wat is je perfecte graden voor een oven? 400 ongeveer. Is die nou nog niet, maar ietsje kouder is ook niet zo heel erg. Niet verbranden natuurlijk. Liever te koud dan te heet dus. Nou ja, eigenlijk moet die gewoon precies goed zijn. Lekker hoor. Wil ook dat deeg zelf gemaakt? Ja, dat heb ik gisterochtend gemaakt. Dat vind ik zo leuk dat het helemaal zelf gemaakt is. Ja toch? Ja, maar dat is lekker stil. Kijk eens even op. En dan is het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Nee, dat is het ook niet. Dat is het leuke voor pizza. Dat is super makkelijk. Alleen, het is gewoon simpel, maar toch lekker. Eigenlijk net, net als ikzelf. Simpel, toch lekker. Ik wil echt de liefde tussen vader en zoon. Het succesverhaal van pizza natuurlijk. Hè? Gemaakt door de armen en nu eet iedereen het. Ja, het is echt de rijke arme luis eten van hun oorsprong. Ja, en ook de tomatenpuree weer zelf gemaakt? Ja, gewoon tomaten door zo'n ouderwetse zeef gedraaid. Zodat je niet, dat je niet echt zo'n tomatensausje krijgt die normaal als je bij de supermarkt dat uit een pak haalt. Echt een lekker prutje gewoon. Wat lekkerder, ja. De versoef. Zullen we er kaas bij doen dan? Kijk eens, mozzarella gaat erop. Heerlijk. Geen margarita. Nee, dit is... Maar moet de kaas pas later eroverheen dan? Of... Nee, dit is toch kaas? Ja, ja. Oké, okay, maar ik bedoel niet een traditionele kaas. Strooikaas. Nee, dat doe ik zo meteen nog overheen als die klaar is. Dat kan ook nu. Oh, je bedoelt parmezaan. Ja, parmezaan. Oh, parmigiano. Parmigiano reggiano. Heb je geen die andere kaas bij je? Welke andere? Fior di latte. Nee, zo. Okay. Genoeg basilicum. Latte, dat klinkt wel een beetje taai om daar te gaan kouwen. Hé, hey, Mart, hou het kwel binnen, hè? Dat staren, hé, lekker hoor. Die verheugt zich al op de pizza. Wat een gaaf apparaat. Dat zit hier al in zijn mond. Zet je erin. Kijk, en hoe gaat hij rondraaien? We zetten hem hier aan. Klik. En als de batterijtjes nog doen, ja, dan gaat hij draaien. Wat lijp. Ja, dus dat is dat knopje. Oh ja, daar staat ook zo'n draailogo op. Ja, ietsje... Even kijken hoe heet hij nu is, maar ongeveer een minuutje. Ja. Als je nu kijkt ook, je ziet al gelijk... Bijna gelijk, zie de bodem al een beetje omhoog komen. Ja. Minuutje? Ja, dan is hij goed. Ja. Minuutje. Minuutje. Ziet er lekker uit, hoor. Waar gaat het? Onder je afdak zetten. Oké, is dat niks voor jou? Een pizza bakken worden? Want een koekenbakker ben je al. Ik bak er niks van. Ik denk serieus dat dat iets voor jou zou zijn. Dat je daar goed in zou zijn. Jij kan ook serieus koken en zo. Ja, hou je van koken? Ja, ik vind het ook wel leuk. Even kijken. Oh. Wordt het al wat? Ja, dat kunnen we even kijken. Hij moet nog heel eventjes. Wow! Hij ziet er wel goed uit. Ja, hij ziet er goed uit, ja. Ik heb al helemaal natte mond. Ik begin al bijna te kwijlen. Ja. Oh, dat is lekker. Zo, ja. Deze kan op de plank. Oh mijn god, de first pizza of today. De stoom komt er vanaf. Nou, het is voor de eerste, meestal mislukken de eerste. Dus het is een goed teken. Als dit mislukt is, dan... Ben jij het eerste kind, of... Ik. Nee, dat was wel een heel geniepig lachen, Erik. Oh, weet je wat ik wel vergeten ben? Ik vergeet altijd iets. Een pizzasnijder. Hebben wij die nog? Die hebben wij, ja. Ik heb ook gewoon een mes. Maar... Een pizzasnijder is toch wel meer gemak. Ik kan hem gewoon lekker zo doen, maar wat ik ook wel, wat ik zelf erg lekker vind, is om daarna nog even wat ham en wat rucola en wat parmezaanse kaas. Het is een pizza uit een cartoon, hoe die eruit ziet, met die stoom zo. Je zei van karton, ik denk, wat zegt hij nou? Nee, een cartoon. Is dat parmaham? Ja. Oh, gaat dat er ook nog op? Ja, gaat er op. Ja, we moeten wel even een beetje een goede indruk maken hier. Ja. Veel stukken zo. Ja, doe maar. Ja, dat is de hamvraag. Ik ben helemaal enthousiast. Joviaal zijn we, hè? Amai. Amai, ja. Hij gaat wel lekker. Geen amok, maar amai. Oh, lekker die ham erover. Zo ruik ook. Ja, joh. Oh. Ja, het mag alleen maar ruiken vandaag. Het is echt waardeloos, dit. Plakham is het. Een plakham. Precies.
is vreselijk in de woordgrap. Ja, sorry, ik kom helemaal tot leven door jullie, jongens. Ja, ik dacht dat jij moest herstellen en rusten. Ja, ja. Dat laagste niveau. Ik ga wel even zitten straks, hoor. Is geweldig. Oh, ik heb hier zoveel zin in. Ja. Ja, dit gaat een beetje rommelig eroverheen, dus dan moet je zo meteen zelf een beetje op zijn plek gooien weer. Ja, ik heb net een kaasschaaf geleend van iemand, maar dat is meer een kaas, ja. Wat ja? Verzin daar maar eens een naam op, ja. Het is een kaassloper, wordt er niks minder van. Kijk, en dan gaan we erop, want het moet ook gezond zijn. Beetje rucola. Zo, alles eroverheen, hartstikke idee. Dan zou ik zeggen, mangiare. Nou ook. Mart, pak een stukje. Ja, natuurlijk. Kijk of deze wel. Zorg even dat je, al je, dat je alles erbij hebt, hè? Want wel een beetje groen je moet voor ook. Echt alles tegelijk in je giegel steken, dan is het lekkerst. In je giegel, ja. Hoe smaakt die ook? Verbrand je je mond? Ik wou het zeggen, hij is misschien wel een beetje warm. Ja, heel leuk. Hoe smaakt die, Mr. Muscle? Ja, goed. Nou, ja, pak jullie eerst maar. Ik kan niet met filmen met deze hand nog. Oh ja, dat is natuurlijk even. Oh, de one-handed bandit is het vandaag. Ja, precies, ja. Ja, hier ook. Gaan we eens even proeven. Een beetje van die kaas erop, oh, zo. Oh, jongens. Het ziet er heel goed uit. Mensen vragen mij, ben je er nooit zat? Die pizza's, maar het blijft toch gewoon lekker, hoor. Mm. Ik kan me niet voorstellen dat dit zat raakt. Helemaal zo vers als dit. Hiervoor leef je toch gewoon? Ja, oh, zonder dit kan ik niet leven, maar... Mag ik zo vrij zijn nog een stukje te bakken? Ik zou het maar doen, we hebben nog 10 pizzabonen, dus we hebben nog wat te gaan. Alleen nog 9 nu. Dat gaat ook niet, hè? Gelukkig dooreten van het spul. Gelukkig niet. Zo, en dat was hem. Nou, wij gaan weer naar huis. Zeg, magistraal. Dit is gewoon heerlijk. Maar dit is nog maar het begin, jongens. Ons op. Ja. Gerookte scamorza. Wat is dat ding dan? Scamorza affumicata. Wat is dat? Dat is een soort mozzarella die dan gerookt is. Dus een klein beetje een roker, zoals dat je bijvoorbeeld zalm rookt. Zo'n soort rooksmaakje zit eraan. Oh, cool, lekker. Kun je dat gewoon zo? Ja, natuurlijk. Ja, juist. Oh, het ruikt echt verbrand. Lekker. Juist die korst zit heel erg die smaak aan. Heel nice. En die doen we er zo ook nog even overheen. Een rookworst, maar dan kaasachtig. Rookkaas. Heel raar. Rookworst. Ja, rookworst. Maar dan een kaas. Ja, dat is wel nee, serieus. In Italië, ik snap het. De buitenkant smaakt naar rookworst. Ja, in Italië staat ook bij die echte goede pizzeria, staat het ook zo op de kaart. Rookworst, maar dan kaas. Is er die salsiccia die je rook met, maar dan de kaas, hè? Hij stelde ook scherp op jouw gezicht. Oh, ja, hij stelde, ja. Sorry. Ja, dat, je pakt altijd die gezichten uit. Zo. Ja, ik ja. Gek van als ik. Dat is voor die luie cameramensen die alles op autofocus hebben staan. Oh, nou een minuutje en is hij alweer klaar. Kunnen we de volgende pizza wegbikken. Dat is nog eens een pizza. Ja, het is maar zo'n goedkoop ding. Ja, maar het deed er dan niks. Ja, het is niet een hele scherpe snijer, maar het doet zijn ding. Kijk die stoom er vanaf komen. Ik ben benieuwd wat jullie van deze vinden. Ik ook. Dit is wel eentje voor de fijnproever. Oké, dus dit is met wat voor worst was het? Salsiccia met finocchio, oftewel venkelworst. En friarielli, dat is die groente. Dat is een soort, houdt een beetje het midden tussen broccoli en iets anders. Dus een hybride of zo? Ik heb geen idee. Ja. Het is Italiaans. Volgens mij is het Nederlandse woord raapstelen, maar weet ik niet zeker. Maar nou, ik ga je raapstelen, want ik ga er een proeven. Ik ga het zo wel even opzoeken. Zo. Ik ga er ook eentje proeven. Ja man. Baalt er nou wel van, hè? Ja, ik baal als een stekker, maar goed. Nee. Maar zij branden nou hun handen. Hopelijk wel, ja. Oei. Vind ook een helft al als je het nou niet lekker vindt, dan moet je het gewoon zeggen, hè. Maar je moet niet alles op de plank laten liggen. Nou, ben ik heel benieuwd. Ja, ik ook. Wow. Wow, het is een unieke smaak. Mmm. Is het wat, Okke? Broccoli spinazie af. Okke? Ja, Mart, je mist wat, jongen. Ja, ik mis ik wat. Ja, maar het is echt super lekker. Ik denk dat ja. Als jij de camera even vast had, dan eten wij deze even op. Kijk die Okke dan, joh. Oh. Zo. Zit er aan mij zit die worst. Je Okke koud niet. Maar dat lijkt wel een beetje. Dat heet wel eens van het. Eindelijk. Eindelijk. Smaakt echt naar anijs, maar dat is weer venkel. Ja. Maar lekker, hè? Je moet de bank komen maken, zo. Jullie gooien allebei, je gaan alles op de grond. Hij maakt het niet voor niks, hè? Oh, wat is magistraal. Maar ik ga hem wel dubbel, want ik wil niet dat alles eraf valt. Ja, dat moet je ook doen. Je moet een mooie inzoomshot. En dan de punten naar binnen. Ja. Pizza? No vape. Vape? No pizza. Of maak nou even een shot. Je ziet hier die kaas, die gerookte kaas met die worst. En dan die broccoli, die sla achter. Alles zelf gemaakt, zelf gesneden. En wordt ook zelf gegeten. Dat is het belangrijkste, dat je een beetje rustig thuis zit. Dan komen ze gewoon thuis bij je koken. Tot mijn wenken verdient hier. Kom een koning, man. We hebben klanten. Komt uit Komt u binnen. Heb jij een
Hè? Nee, ik heb een zoomlens erop. Oh. Dan kan ik allemaal mooie shots maken van Erik die aan het kokkerellen is. Hallo. Jullie nemen wel mooi weer mee, Emma. Nee, joh. Wat een pokkenweer, wat jammer. Ja, dat nemen jullie allemaal mee. Ik vind het wel gezellig. Best, optimist toch? Ja. Ja, het is ook wel gezellig. Ik kom even voorstellen. Erik. Hi, Manon. Hi, Jelle. Hoi. Ik kom met bakken uit de hemel, man. Ja, schrikkelijk ineens, joh. Met deze kan maken. Hé, hey, Mark. Ja, doe maar even. Waar is Pa dan? Die is gaan schijten. Die is dus ruimte gaan maken. Jullie komen echt binnen terwijl er een verse pizza uit overkomt. Met andouille erop, man. Maar het is geen Frans andouille, het is... En Ndouya, Ndouya. Oh, Ndouya. N-D-U-J-A. Oh, daar ben je. Ja, de telefoon. Oh, nee, je komt binnen op het moment ze pran. Want er is gelijk een pizza klaar voor je. Wacht even, ja. Hoe is het? Goed, met jou? Goedemiddag. Hoi. Ik heb een klein beetje kaas van mijn handen. Hoi, Erik. Hoi, morgen, jongen. Hoi. Hoi. Jelle. Hoi, Jelle. Hoi, morgen. Nou, hier komen precies een tijd. Pizza, dat komt er net uit. Ik moet even uitleggen wat een doeje is. Je kan elkaar niet eens meer horen met die regen. Het is een smeerbare salami. En die is lekker pittig. Dus het is een lekker pittig pizzaatje. Hij is wel heel heet, hoor. Pas op. Heb je een bordje voor... Ja, we gaan even... Ja. Kijk, ik heb de bordjes al. Ja, ik was aan het... Ja, jij eerst. Ja, nou, ik ga voor dit stukje. Ja. Kijk, die twee hebben alweer, hoor. Oh. Ja, die... Smaak die weer, Elke? Dus, we hebben net eerst gewoon een margarita gedaan met rauwe ham. En daarna hadden we alleen het venkelworst en nou deze. Oh. Nou, Don, ze zeggen, eet smakelijk. Oh, ja, ik wacht nog even. Ja. Eet smakelijk. Eet ze, geniet ervan. Draait je mond niet. Het is heel heet. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Van de kookkunsten van chef Erik. Ja, is deze ook goed? Ja, heerlijk, hè? Ja, goed gekeurd. Lekker? Ja. Heel lekker, maar hij is echt niet zo pittig hoor. Hij is niet heel pittig, maar we hebben soms mensen die houden helemaal niet van pittig. En als ze dan deze geven, dan wordt het helemaal gek. Heel lekker. Die vinden een paprika al pittig, bij wijze van spreken. Jij hebt fijn van smaak, ook weer. Nou, leuk. Kijk wat een gezelligheid dan, man. Ja, het leeft hier. Hè? Leef in de blauwe laai. In de blauwe laai. Zo. De volgende gegadigde, Roy en zijn meisje. Ja, goeiedag. We hebben dit een beetje tactisch filmen, zo. Ja, wat is dat? Wat is dat? Hoe zit dat? Was je schouder dat of dat raam? Vooral op gamen. Ja, wat is dat? Gaat lekker, hè, met je streams? Ja, man. Mooi, joh. Leuk, maat. Heel ziek. Hebben jullie honger? Lust wel wat. Lust je een verse pizza? Lekker. Ja, oké. Okay, nou, kom binnen. Ja, goed, man. Gewoon een kleur op je gezicht en zo, joh. Je ziet er gewoon fucking goed uit, ouwe. Ja, ik voel me ook gewoon best. Het gaat allemaal gestaag. Ja, zeker. Heel anders dan de laatste keer ik je zag, ouwe. Ja. Gewoon weer, er zit weer leven in. Ja, wat raar. Hey Roy, wil je dat horloge niet gewoon inruilen voor 3 van die auto's? Ik heb er wel 5 van kanalen. Sarah. Hoe is het, maat? Even voorzichtig doen. Ja. Ja. Hé, hey, daar is hij weer. Ben je klaar? Ik ben bijna klaar. Ik ben met mijn intro stukjes bezig. What's up, bro? Morgen. Ja, goed met jou? Lekker. Hoi. Hey, Roy, aangenaam. Hallo. Hey, Roy, aangenaam. Ja, Roy, dat is nog eens een grote PlayStation, hè? Ja, een grote PlayStation. Ja, een hele grote Walkman. En dan ben ik nog vroeger. Nou, ik denk als je hier... De Walkman. Hij heeft wel pootjes. Ja, een vinylplaat bedoel je? Ja. Een platenspeler, bedoel je dat? Nee, zo'n Walkman is toch ook zo'n... Discman. Ja, ja. Zo'n ding die je open kan klappen en dan kan je daar zo'n klein cd'tje volgens mij in doen en dan dicht doen. Ja, klopt. Walkman. Ja, Walkman was met cassettebandjes, hè. Ik bedoel... Je bedoelt dan, ja, een... Hoe heet dat, zei je? Discman. Een Discman. Een Discman. Wacht, wat is dan een Walkman? Mijn tijd. Maar hier kan je geen cassette in doen of vinyl, hoor. Dat gaat niet lang goed. Kijk er eens. Atza. Een Discman. Dat is een Walkman. Een Discman. Oh. Alsnog leest hij iets verkeerd. Ik googelde op Walkman om het lekker verwarrend te maken. Ja, maar het onderscheid, hoor je nou, is DVD, CD, sorry, CD of cassettebandje. Dat is het enige verschil. Ja. Geen PlayStation. Ze zetten de kleur erop zodat je niet in de war raakt. Hij is wit. Hey. Je zou ze bijna zeggen dat we vrienden zijn. Die heb ik net ook gezegd. Die zei ik ook tegen hem vanmiddag. Nee, ja. Dat meen je niet. Ja. Echt één op één. Zei ik dat tegen Erik net toen hij binnenkwam met z'n... Hetzelfde humor hebben. Misschien ooit op één dag. Even voor je langs, gaat de pizza erin. Kijk eens, die wordt helemaal voor jullie klaargemaakt. Kijk, weer een lekker stuk.
Heel goed. Nou ja, jullie staan te bakken, jongen. Dat is niet normaal. Ach, mijn hele trui onder de mail. Ik lijk mijn vader wel. Ja. Aan mijn neus nog. Ik vind het echt serieus fucking gezellig dat jullie er zijn, man. Ja. Want ik word helemaal blij van leven in de brouwerij. Lekker eten en lachen. Ja, en nice. Top. Dus ik ga deze ook weer lekker smullen. Hier, pizza met worst. Ja, en groente nee. En kaas. Nee, nee is worst. Dat is geen tonijn, hoor. Het is echt allemaal. Roy, eet nou maar. Nee, je voelt me. Nee, het is worst, bro. Nee, het is worst. Ja. We hebben op jou gewacht. Speciaal, ik wilde weg. Nee, mocht niet weg, want Roy komt zo. Ik moet nog pizza voor Roy maken. En dan neemt hij hem niet. Ja, ja, ik geloof geen reden. Roy, ik zweer het je. Ik zweer het voor onze vriendschap, maar. Lijkt de verse vetti niet op tonijn. Het is gewoon worst. Nou, zet hij gewoon jou. Nou, eet hij jouw worst. Ja. Lekker dan. Nee, dat is waar. Ga je hem pakken? Ja. Moeten we even keuren, joh. Hij is echt, hij maakt al de hele dag pizza's voor ons. Ja, en het is waanzinnig. De hele dag zitten we al te smullen. Echt zo. Hoe vers is dit? Nog honger. Zeker, ja, hij blijft eten. Hij nam net al bijna een hap uit de plank. Hij is ongelooflijk, hè? Maar hij blijft maar eten. Ja. Hoe kan het dan? Hij eet heel lekker, man. Geen tonijn, hè? Nee. Ja, ja, goed zo. Waarom ben je zo, was je zo sceptisch dan? Ja, omdat ik vaker gekut word met vis. We willen mensen me per se vis laten eten. Ja, maar je weet dat... Het is lekker, is lekker. Dat zou ik nooit bij je doen. Of hun daarvoor opzetten. Dat zou ik niet doen bij hun daarvoor opzetten met vis. Dan praat je een dag niet tegen me. Nou, wel lekkere vis, toch? Ik ga net een stukje aanbieden. Groot spreekwoordenboek. Het is weer zover. Pagina 55. Ik had nog nooit van deze gehoord. Met de nek aankijken. Als voorbeeld, de kantinejuffrouw kijkt haar broer met de nek aan. De kantinejuffrouw negeert haar broer. Iemand negeren, de nek aankijken. Nou, die vent die kijkt me gewoon de nek aan. Wat goed, een simpele en een goeie. De boys liggen al te slapen. Vandaag was voor het eerst weer een beetje een drukke dag. En het was ontzettend gezellig. Dus eindelijk weer leven in de brouwerij. Ik merk dat ik er heel veel energie van kreeg. Maar dat heeft me ook gekost. Dus ik ga nu weer lekker slapen. Het was niet te veel. Het was ook niet te weinig. Het was gewoon precies goed gereguleerd vandaag. Het was helemaal top. Dus ik ga nu gewoon lekker maffen. Mijn rust pakken. Slapen. En morgen weer een nieuwe dag. Ik hoop dat jullie zoveel gelachen hebben als wij vandaag. Dat jullie ook genoten hebben van deze vlog. En dan hoop ik jullie morgen weer te zien. Om 5 uur. Dames en heren. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dan is tot de volgende video. Later toppers. Je bewaart nog wat voor straks in je mondhoek? Ja, als ik vanavond nog honger heb.